schuif komt op het water. Ik denk niet dat je er één moet. Hè? Marcus, laat de pijper aan. De ene. Dat luik maar dicht achter je. Wat was het, Karel? Verkeerde klasse gestart, die gast, een zwart vlaggetje. Ah, zo. Ja. Oei, wat is het zo? Dat scheelt ons wel vals. Ja, denk ik. Een goede voorbereiding. Ja. Ik luister. Ik naar de vierde plaats. Zo wel. Jared, mega.
Hè? Koers. 14,5. Dat is de tijd. Zo, die gaan er even vlak overheen. Nou, op de achtergrond zie je dus Schiermonnikoog. Dat is een plaatje met mijn hand. Schiermonnikoog pakken. Schiermonnikoog. Ik denk dat het te ver is. Hey, nog wat hardlopen, je bent klaar met Schiermonnikoog. En dan nog een stadsvol. Dat is bij mij, Paul. Goede reis, heel erg mooi weer. De start is gelukkig goed geweest. We halen het in, kijken we ook in de loop. Kut, nou zijn we het kwijt. Nou ben ik kwijt. Nou ben ik kwijt, ja. Ah, jammer. Dit is een max 40, ja. Kunnen we die hier? Die max 40? Ja. Ruimer weet het wel. Zodra die lap erop staat wel, anders niet. Kunnen we hem niet alleen maar hier. Aan de wind wordt moeilijk. Ja. Oh nee, dat komt ook wel goed aan de wind. We hebben wel vaker op het Engeland heel lang gelijk opgelopen met de interlace. Volgens mij hangt er nog wel. Dit is het slagveld wat we hebben aangericht. Oh, we zijn geen andere grote tukken. Deze mannen gaan vannacht de honneurs waarnemen. Anis, bedankt voor de melding. Goeie wacht tot later uit. Dit is waar we nu waren. Dus dat moet allemaal goed gaan. We worden onderweg gewoon verrast met een leuk volledig getuigde driemaster. Even kijken of ik hier in kan noemen.
ontzettend spectaculair uit. Alles staan. Apen, bazaan en daar op de voorgrond zie je de jazz. Hij heeft zijn bazaan wel staan hoor, Benne. Jawel, maar de zijde erboven niet. Het dwars zijde. Het dwars zijde heeft zijn bazaan niet staan. Voor de rest een prachtige avond. De zon. Het gaat nog steeds goed met het scheurtje in de keuzel. Tijd om te pitten. En de trouwe kijkertjes en vooral de luisteraars horen ook geen regelmatig een poink meer. Daar ben ik ook heel blij om. De stuurrichting ook even gefixt. Even een shotje. Onze stuurman, padmeester, ik ben al bruin. Nee, niet. Brande pootjes. Even nog een eindshot van onze grote vriend. Kijk dan. Kijk eens even. We spreken zondagmorgen. Stralend zonnetje. De koffie wordt zelfs al gezet. Zelfwissel toegepast. De eerste dag zit er alweer op. Kijk eens even. Badmeester. Wel. De zeil gaat ook nog steeds goed. We hebben degene waar één erop staat geknald. De grote deken. Die ziet er werkelijk een fabelachtig uit. En rustig, nou ja, rustig nachtje. Redelijk rustig nachtje. Ja, we zetten groot zand plakken. Moet ook gebeuren. Jennakje erbij gezet. Altijd lekker. Niet helemaal de koers hier vol moeten liggen, maar goed. We komen toch een heel eind richting Noorwegen zo. En ze kunnen zo goed grootzeilen plakken. Duct tape, werkt bij alles. Nou, nee, zo is het dus geworden. Zullen we alle mensen het staskanaal gaan doen? Nou, de plakkerij. Betekent dat je niet mag doorlopen, dan moet je stoppen, ja, voor rode lampje brandt. Hé, jij met je rode badmuts af. Vertel eens wat meer over jezelf. Oh, kom maar, Hengelo, Twello, Hummelo, Makelo. Boekelo? Boekelo, Langeo. Kan je hier ook mee uitzoomen, is dat? Oh, nog zo'n gespierde. Tarzan. Dat jij nog steeds geen leuke jongen hebt ontmoet, daar begrijp ik niks van. Maar een jongen met pet. Ja, doe maar. Nou, daar hebben we het dus allemaal voor gedaan. Ja, het ziet iedereen. Ik word thuis rond om even misselijk te worden. Hallo, hallo. Ik heb een nieuwe 24 uur record neergezet. Ja. Toch, Benne? Ja, bijna 180 mijl. 24 uur, zwaar onder de indruk van mezelf. Ja, even hard. Een hele grote bijdrage aan het leven. Dan staat er iemand te spieren. Ja, ook de kosten gaat gewoon door. Ja. Neemt hij altijd meisjes in de kot, zo dan weet dat het niet zo lekker is. Stelletje wijven. Ah, verdomd. Verdomd dat is niet waar is, jongen. Het staat erop, hè? Ja, denk ik ook. Je pas je aan, hè? Het gaat buurt heel snel.
In? Ja, goed hè? Ja, hier. Want? Hij staat erop. Ik zal vanuit de punt eruit veel. Daar staat hij er eindelijk op, waar we het allemaal voor doen. Hier is dan de kleine. Geweldig weer vandaag, windkrachtje 3, 4, alleen maar zon. Zoals je hoort, hij voedert lekker door. Daar zitten de mannen. Fabelachtige omstandigheden. Je ziet het, zelfs vanuit de mooiste hoeken, bij de ideale omstandigheden, blijven het hele lelijke jongens. Ja, opletten! Zit maar een klein scheurtje, Bernd. Nou, het begint wel heel erg rustig te worden. Hier heb je weer van dat mosselmelk, ja. Hallo lieve kerstbouwkinderen. Nee, die heeft ineens een bulp. Jawel. Niet alles geven op een bulp. Nee, wel een bulp. Oh, je dacht dat het voor alles geven op een super zware bulp. Om een bulp te hebben. Wat een oude bak. Ja. Romantiek. Ja, er zal weinig romantisch aan op boord. Hier is kapitein, gelaatste stuurman, 6 Romeinen. Ja, Chinese
Chinees of bij Indiërs. Nou, ik denk dat ze hier een paar naar kijken dat ze wel aardig zeeziekend worden zijn. Even een klein windvak even, hè? Nou, ze is in 5 knopen. Volgens een meter. Nog een keer. Het is 5:05 op deze mooie maandagochtend. De wind komt van achteren 3 knopen en we varen ook 3 knopen vooruit. De schijnbare wind is 0. We liggen ongeveer op 216 mijl van Schiermonnikoog, dan wel Lauwersoog. Voldoende water, gaat er wat water weg hoor ik. Nog gelukkig voldoende water over. Binnen heeft een sanitaire stop. Er blijkt een Panasonic videocameraatje met zo'n dvd'tje erin. Kijk, hier hebben we weer plank. Hier, waar zijn we? Plank met Schiermonnikoog. Bij mijn weten is water. Dit is ondertussen in Denemarken. Tussen Vier de Samme en Tiberöning. En we gaan op Eltjo's gok af. Ik geef Eltjo volledig de schuld als het misgaat. Dat de wind zo meteen ten gunste van ons gaat draaien. Klik op de dag. Ja, dat is een boerendag. Wat zeg je? Jumbo eraf, de 3 erop. 180 graden draaien. Ja, oké. Okay. Misschien moet je eerst scheren. Nee, hallo zeg. Scheren doen we pas als we in de haven zijn. Hoe laat is het nu? Ik kan ze niet vertellen. Rond 7 uur. 7:15. Ah, joh, dan had ik al lang uitgenodigd. Ja. Ja. Nood. Nou, terwijl de hele ploeg in diepe rust is gedompeld, jankt Eltje hier even met 8 knoopjes over het water heen. Ah, je ziet dat dit zijn tropische omstandigheden. Het is fabelachtig. 14 knoopjes wind. Dat zal jullie dan ook niet verbazen dat we onze grote broeder erop hebben staan. Wat een lappen. Vlak onder de Deense kust, zoals jullie kunnen zien. Daar de kustlijn lopen. We hadden eerst plan om tot aan de 10 meter lijn te blijven varen, maar dat hebben we nu even laten varen, want buiten staat 3 knopen meer wind. We hebben 2 concurrenten in zicht. Dus in dat kader hebben we schot op doel. Even kijken hoe jullie in beeld kan brengen. Daar staat er 1, helemaal naar verte. Nou, het is lastig te zien op deze beeld. Ik heb verkeerde grootcel. Hij heeft nog niet in de steek gelaten. Een beetje dik tape. Berichtje naar thuisfront? In contact met het land. Dus, ja? Berichtje naar thuisfront.
Om te zeggen dat het nog een weekje langer gaat duren? Om te zeggen dat, dat ik haar heel erg mis natuurlijk, want dit gaat door haar. Oh, oké. Okay. Vraag hoe het met de temperatuur is. Helemaal gedaan. Ik kan niet lezen van het weer. En dat is de reden waarom we bereik hebben. Karel de voet opzetten, dus vrienden geloven er zo. Ja, wissel. Wat doe je nu voor achtergrond, Karel? Bergen. Gemelijk en ook. Kijk! Moet je. Hey, doe je jas nou aan. Dit stukje ontbreekt. Gaat die hard, die Karel? Ja, helemaal. Tien, 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 tien. Oh! Uh-oh, had je die gezien, Karel? Welke? Ah, hij is nou al voorbij. Duidelijk. Hey Paul. Hey Jonno. Wie geht's? Vertel nog eens wat meer over jezelf. Nou, ik ben Paul. Ik heb wel eens geslapen op een boot, ja. En ben net weer. Woe. Het gaat alles dat goed. Wunderbar. Wir segelen ins Blaue hinein. Genau. Wie weit ist es noch, Karel? 120 mijl, dik. ETA is midnight, maandag nacht. Nou, we varen nu met het puntje van Denemarken voorbij. De omstandigheden die zijn in één woord samen te vatten. Formidabel. Dus We varen nu over het algemeen 9 à 10 knopen, uitschietjes naar 11. Het loopt echt als een raket. Echt ongelooflijk. Oceanachtige zon op de film natuurlijk, hè? Ja, dat ga ik er even opzetten, zetten, zei. Dus dit is voor de thuisgroep. Ja. Voor mijn arme jongen met zijn kiespijn. Ja. Dan kan hij zien hoe betrokken zijn vader is. Rompvoeding. Hé, 10 knopen! Papa had het toen ook niet makkelijk. Papa doet dit ook niet voor zijn lol. Nee, papa doet dit niet voor zijn lol. Goeie weer, we hebben nog een tijdje stilgelegen, weet je nog? Dat toch de politie opkwam, toen we eerst de weg waren. Ja. Dat lijkt wel een speedboot. Ja, het werkt als een raket. Hallo! Eerste keer meedoen in de. Tweede aardappel. Tweede keer, toch? Hier zit vanuit stuurmanspositie. Ah ja? Hier is onze concurrent. Of
Waar ik goed heb begrepen uit de coördinaten is de jetstream. Hij is erg ver weg. Maar we gaan hem wel pakken, eindelijk. Nog 10 uurtjes te gaan. En dan bennen we in Noorwegen, als het goed is. De mannen staan te genieten, er wordt wat gesmeerd. Bernhard in best doen uiteraard. Dit is waar je de boot voor hebt. Dit zijn de omstandigheden die je niet in de sloot en Almere tegen kunt. Deze moet je zoeken. Het is geweldig. Het meest geweldige stuk van de boot. Het zijn de water. Want dit is mijn auto dat we gedragen. Of een raketkapen. Lief door water. Ja, Palus, daar gaan we dan, jongen. Onder de Jumbo. Zuidwest 5. 165 vierkante meters sleuren ons naar Larvik. Plus nog 45 van de grootzeil. Lekker hoor. Gerepareerd hem wel. We gaan even kijken naar de reparatie. Kijk. Ja, wat een mooie bel. Hoppa. Een zwart ducttape van de reparatie. Schoon dat zeiltje. Een waterzwarte uilen. Nu de Old Purvis erop. Dat is eventjes iets te veel wind. We hebben nu 25 knopen. Goed.
Ja, die boot is niet meer goed. Ja, die hoort er wel op. Krentenbolletje. Het eten is belangrijk. Kijk op de tellen. Hoe is hier echt zo? Ja, fuck it. Het is wat minder. Je hebt gezien dat jij niet afsluiten. Ja, kan dat ook? Natuurlijk. Nog veel meer. Zo die zit in de buurt liggen. Zelf zijn we ook niet heel aan de strijd vandaag.
begint te piepen met stroom. We hebben op. Waar zijn we hier, Eltjo? We zijn bijna in Noorwegen. We zijn al in Noorwegen, dus ik weet niet waar die is. Wat gaan we zo doen? Zuipen! Zullen we eerst niet finishen? Ja, is... 2 seconden voordat we finishen, dus, daarna gaan we lekker... Een bier open trekken. Ik ga mijn hart vast. 3,3 knopen wind. Nog een beetje. Vier scheeplengtes. Moet snel zijn, dat is de batterij leeg.
Ja, dat commentaar, Paul? Ik heb nooit commentaar gehad. Ik zal nooit commentaar op iets hebben. Ik ben een commentaarloze man. Ik ken alles best. Maar je hebt geen mening? Ik heb last van meningitis. Aha, meningitis. Goed, ik ga eens even boven kijken. Even lekker boven kijken, jongen. Au. Begin eens bij het voorjaar uit te kijken. Ik ga naar boven. Ja, dat is altijd het probleem. Je kijkt door het zoekertje heen en je ziet niet waar je loopt. Wat hoor ik daar? Hebben we bewijs? Nee, wie pikken dat? Wel zo is het erg leuk. Ja, een duw ook. Even denken we. Nou, hier ligt de hele Colin Archer Memorial Float. Alle boten zijn zo'n beetje binnen op hun laatste paar na. Wij gaan weer aan de terugtocht beginnen. Ja, terras. Stoten we erop uit. Landvasten weg, raamlatten weg. Het begin van een barre tocht die we later ternauwernood bleken te overleven. Ik ben niet bijgelovig. Hè? Wat is het plan, Bernard, qua route? Zover mogelijk west. Ja. Zonder al te veel afstand extra mijlen te maken. Ja. Dus we blijven een beetje onder Noorwegen. En dan later in de week krijgen we zuidwestenwind. Dus dan hebben we hopelijk het hoofd om dan met de knik in de schoot naar IJmuiden te kunnen lopen. Dat zou perfect zijn. Hier het fjord waar we in afgemeerd hebben gelegen. Het is hier een zonnemeer mooi omgeving. Leemond hier van de bootjes, watersport. Leuk. Dat is Paulus die even voor het beeld langs kan. Snelle windje, dus het ziet er wederom perfect uit. Speciale verslaggever hoor, Kareltje. Nou, jullie zien
Er is een nieuw paltje geboren na heel veel nachtrust en... Always going strong. Paul heeft nu gezegd, nou, hij zegt de terugreis van Rick, wel gaan jullie maar slapen. Precies. Ik ben geboren met het meer energie dan gemiddeld, dus don't you worry about anything. Paul will take care. Onze sportsman. Veel zonneuren hier, die nog. En die hebben ook allemaal een lekker kleurtje. Met een lekker kleurtje. Hiervoor het gat waar we naar buiten steken. Dit is de finish boei. Black, yellow, black. Met de achtergrond. De marina van Staveren. Alle witte masjes. Goedemiddag. Is daar een mensen van de organisatie bij de aangekomen? Wat? Wie wordt het? Oh. Dan de Jumbo. Als toelichting op het vorige stukje film, of het volgende. Het water wat we net zagen, dat geeft licht als gevolg van iets van plankton dat bij aanraking een groen fosforachtig lichtje gaat geven. Dus mocht je het niet gezien hebben, denk het erbij, zie je dat ook. Ik ben vol. Ja, ik heb het zelf weer gemaakt.